Hallo, bedankt om mee te komen en mee te luisteren naar wat God ons te vertellen heeft vandaag. Ik wil beginnen met te lezen in Psalmen 23, vanaf vers 4. Al gaat mijn weg door een donker dal, ik vrees geen gevaar, want u bent bij mij. Uw stok en uw staf, zij geven mij moed. U nodigt mij aan tafel voor het oog van de vijand. U zalft mijn hoofd met olie en mijn beker vloeit over. Dit is de derde les in een reeks van lessen die ik heb gegeven aan de hand van deze psalm. Aan de hand van dit gedicht dat in de Bijbel voorkomt. In de zangbundel die we tegenkomen in de Bijbel. In vers 3 van Psalmen 23 probeer ik de nadruk te leggen op deze woorden. Hij leidt mij langs veilige paden tot eer van zijn naam. En dat beschreef ik in de laatste les als de hoogtepunt van deze psalm. Alles wijst naar dit, ter ere van zijn naam. Het gaat niet over ons, maar het gaat over hoe dat wij naar God toe kijken, hoe dat we naar hem toe wandelen, dat hij onze herder is. Hij is ons aan het leiden. Het is niet allemaal voor ons eigen eer, maar het is de bedoeling dat we God beter leren kennen en hem beter eer kunnen geven. Dus nu wil ik naar vers 5 kijken. Na de moeilijke en donkere dingen in deze tekst belicht de schrijver van dit lied een andere plaats, waar we eigenlijk terecht zouden moeten komen. God wil ons leiden naar deze plek. Het is de realiteit dat wij met een God leven dat met ons op pad is gegaan. God is de baas van de weg. Niet omdat hij een koning is die ver weg is, die ver weg van ons woont, maar hij is de eigenaar van deze weg. En hij komt als nederige herder ons de weg tonen. Ons de juiste pad tonen. Naar een feestmaal dat hij voor ons heeft klaargezet. En dat is goed nieuws. En ik denk dat dit een goede manier is om de week te beginnen. Om te beseffen dat wij uitgenodigd zijn. Wat betekent feestmaal voor jou? Wat voor feesten vier jij met je gezin? Ik weet niet wat jullie doen rond de feestdagen, maar wij hebben een gewoonte om te fonduen of te gourmetten. Waar we veel familie rond de tafel en soms vrienden, kennissen. In coronatijden gaat dat wat moeilijker, maar daarvoor was het altijd een plaats van gezelligheid en lekker eten. En voor mij is een feestmaal een plaats met familie aan tafel. Ik ben één van vijf kinderen. En wanneer we allemaal samen zijn met oma en opa rond een keigrote tafel, dan voel ik mij thuis. Dan voel ik mij dat ik heb de indruk dat ik daar altijd wil blijven. Er worden grappen verteld, er worden met elkaars voeten gespeeld. En het wordt dan even stil voordat we gaan eten, want we verwachten van mijn papa, van de opa, dat hij even aan het woord wil. En hij neemt dat moment om God te bedanken met een gebed. Of vaker begint hij met een lied te zingen. En dan denken we van, oh, moeten we nu meezingen? En hij zingt heel vaak het lied, voor alles wat u gedaan hebt, wil ik u danken. En intussen kennen we allemaal de woorden al en zingen we mee. En dat is zo'n heel mooi moment waar dat ik denk van, hier hoor ik thuis. Nu mag het feest beginnen. Onze buiken worden gevuld met heerlijke smaken en onze neuzen ruiken heerlijke geuren al urenlang van tevoren vanuit de keuken. Van dingen die voorbereid worden voor ons, uit liefde. Dat samen zijn, een plaats aan een tafel waar dat ik thuis hoor, dat zijn mijn lievelingsmomenten. En ik hoop dat jij dat ook al hebt meegemaakt in je leven. Waar is het feest voor jou? Misschien als er iemand verjaart of als er iemand thuis komt met goede punten op hun rapport. Of wanneer er iets te vallen valt met het werk. Iets te vieren valt met uw werk of een sportprestatie of goed nieuws. Hier in deze psalm denkt David aan zijn lievelingsfeest. David weet wat het is om te feesten. Hij, als een Jood, kende de feestdagen goed. Ze stonden vast op hun kalender en ze keken er echt naar uit. Ze hadden allemaal een heel speciale, aparte betekenis. Het feest van het ongedecemde brood van de Joden was een feest van 7 dagen lang. Een ander feest, het oogstfeest, was een feest dat 50 dagen lang duurde. Wij hier in Gent
hebben de indruk dat onze Gentse feesten van 10 dagen het toppunt zijn van het jaar. Maar een feest van 50 dagen, dat hebben we nog niet meegemaakt. De Joden hadden goed door hoe dat ze konden genieten van een goed feest. En elke week genoten ze van een sabbat. En dus ze moesten voorbereidingen doen voor dat speciale feest, elke week. En David gebruikt dat beeld hier om ons duidelijk te maken dat God het initiatief heeft genomen om ons uit te nodigen om aan zijn tafel te komen. Hij roept ons toe dat wij uit een donker dal naar hem mogen komen. En hij geeft ons niet zomaar een rijstwafel of een stuk brood om ons te steunen in ons wandel, maar hij zorgt voor een plaats aan zijn tafel. Een plaats van rijkdom en overvloed. Nu, zijn tafel staat niet zomaar ergens in een hoekje of in een klein kamertje. Hij heeft ons niet ergens in een achterkamer met rust gelaten met zijn feest, maar hij is fier op ons. Hij zet een tafel op een plaats waar dat andere mensen het kunnen zien. Onze vrienden, maar zelfs onze vijanden. Hij zegt, kijk, zelfs voor uw vijanden zet ik de tafel en vier ik feest met jou. Hij wil aan de wereld tonen dat jij en ik een plaats bij hem mogen nemen. Dat wij daar thuis mogen horen. Hij geniet ervan dat wij deel mogen nemen aan zijn feest. Om zijn tafel met ons te delen. En dat mag geweten worden. Het mag openbaar zijn. En dan zet hij een uitroepteken op dit idee met de volgende zin. Hij zalft mijn hoofd met olie. Nu, God doet weer iets voor ons. Hij neemt het initiatief, maar hij doet hier iets dat wij niet zo goed kennen. In de tijd van dit lied, dat dit lied werd geschreven, werd olie gebruikt voor mensen die een rouwperiode hadden meegemaakt. Iemand was overleden, ze droegen vuile en kapotte kleren, ze wreven assen op hun lichamen. En wanneer dat ze klaar waren, wanneer dat het periode van rouw gedaan was, dan namen ze olie in de hand, wreven ze olie op hun hoofd en zeiden, was het een tijd van vieren. Om te zeggen van, het slechte moment is voorbij, het goede geur dat hier nu voorkomt is een geur van, het is gedaan. En een nieuwe hoofdstuk mag starten. Een moment waarbij dat de vreugde na een donkere vallei mocht gekend worden. Dus wordt dit beeld hier gebruikt voor ons, dat wij ook olie kan gebruiken om een nieuw hoofdstuk te beginnen. Het was ook gebruikelijk voor iemand anders om een andere persoon te zalven als een teken van eer. Als jij de gastheer was, dan was het bijvoorbeeld normaal op een feest dat de gastheer u zou zalven met olie door aan te tonen dat u een eervolle gast was. Dit kan een beetje confronterend zijn. Iemand zorgt voor een feest en een zalving voor jou en voor mij. Het kan misschien moeilijk in te beelden zijn. Misschien heb je eerder het gevoel dat je een last bent voor God. Dat jij hem lastig valt met uw gebeden en uw fouten. En dat misschien God teleurgesteld is in jou. Maar wat dat wij hier zien is een heel ander beeld. Jij bent aangekomen en hij loopt naar u toe en zegt, wat ben ik blij dat je hier bent. Hij giet olie op uw hoofd als teken van waarde. En hij verkiest jou als zijn bezoek. Hij nodigt u uit aan tafel en stopt een beker in uw hand en giet het vol. Zelfs zo vol dat het beker niet groot genoeg is om het kostbare drank vast te houden. Het vloeit over. Een prachtig beeld van overvloed in Gods liefde. Zijn zoektocht, zijn blijdschap en het feit dat hij jou achterna is, is een beeld dat ons kan opbouwen. Een beeld dat wij nodig hebben in dagen waar wij ons afgebroken voelen. Of dat we misschien hebben het gevoel dat we niet genoeg energie hebben of niet genoeg zijn in de rollen die wij moeten spelen. God als goede herder heeft vreugde met de schapen in zijn kudde. Dat is duidelijk. En daardoor mogen wij hoop hebben. Dat zelfs na een tijd van moeilijkheden dat God een tafel voorziet en de uitnodiging voor ons is. Het mooie aan dit beeld is dat dit vandaag mogelijk is. Ik wil niet dat je gaat denken dat je alleen maar aan tafel mag gaan in de hemel. Het is niet alleen maar wanneer dat wij sterven dat wij genieten van zijn genade en zijn uitnodiging. Maar vandaag mogen wij aan tafel komen.
Hier mag jij aanvaarding ervaren. God wil jou vandaag geven wat je nodig hebt. Dit beeld van God helpt ons om hem beter te leren kennen. In de laatste paar lessen hebben we gezien hoe dat hij als herder ons kan leiden naar groene weiden, plaatsen van overvloed. Hij leidt ons ook door donkere dallen, plaatsen waar dat we misschien bang van zijn. Maar hij geeft ons de geruststelling dat hij met ons gaat. Nog een beeld dat we krijgen van God komen we tegen in Lucas 15 met het verhaal over de verloren zoon. Het verhaal over de verloren zoon is eentje van een zoon die zijn geld gewoon verkwist. Niet alleen maar zijn eigen geld, maar het geld van zijn vader. De zoon brengt schaamte op zijn gezin. En toch blijft de vader met zijn ogen gericht op de horizon. De vader wil zijn zoon terugzien. De zoon komt af met zijn hoofd gebogen en verwacht niets van zijn vader. Maar misschien een klein kans om op zijn vaders boerderij te kunnen werken. De zoon die daarvoor aan het eten was met varkens, krijgt ineens een omhelzing van zijn vader. Krijgt een ring op zijn vinger en nieuwe kleren. Het belangrijkste dier wordt voor de zoon geslacht om feest te kunnen vieren. De vader is blij dat de zoon teruggekomen is. De feest is zo groot en zo luid dat de oudere zoon het kan horen vanuit de velden waar hij aan het werken is. En dit verhaal kan op twee manieren inslaan. We kunnen denken van, wauw, God, wat is hij vergevend. Maar soms denken wij ook van, is dat wel eerlijk voor die oudere zoon, die zo braaf was. En nu moet hij samen gaan vieren met zijn jongere zoon. Maar de duidelijkheid staat vast hier in de tekst. God is blij met zijn zoon die gebleven is, maar ook blij is dat hij ook blij is met de zoon die teruggekeerd is. God is de goede herder in ons leven, die heel vergevend gezind is. Die een feest wil vieren, zoals in dit verhaal. Ben jij op een plaats in je leven dat jij je kan voorstellen dat Jezus voor genoeg vergeving zorgt in je leven, dat God vandaag met jou zou willen vieren? Wanneer dat wij dit niet begrepen hebben, dan hebben wij de neiging om te denken dat we onze liefde of de liefde van God moeten verdienen. Dan gaan we allerlei goede dingen in een rij proberen te doen om zijn aanvaarding te kunnen betalen. En daarom denk ik dat we zo moe zijn. We zijn moe omdat wij proberen om onze fouten te betalen. Maar God wil dat wij inzien dat hij ons aanvaardt waar we zijn. Ja, mensen hebben heel veel eisen, maar God wil met ons vandaag mee. En waar gaan wij naartoe? Dat zien we hier in vers 6. Lees mee in Psalmen 23, vers 6. Geluk en genade volgen mij alle dagen van mijn leven. Ik keer terug in het huis van de Heer, tot in lengte van dagen. Geluk en genade, dat zijn pas mooie wensen voor een nieuw jaar. Voor dit jaar. Een jaar wanneer dat er heel veel onzekerheden zijn, maar dit mogen we zeker zijn. Hier mogen we zeker van zijn dat wij naar het huis van de Heer gaan. God neemt ons mee. Waar voel jij je thuis? Voor de meeste mensen is het op een plaats waar dat wij ons op ons gemak voelen. Waar dat wij ons eigen ding kunnen doen. En God voorziet eigenlijk een plaats waar dat mogelijk is. Waar dat wij onszelf mogen zijn. Waar wij horen te zijn. Bevestigt Jezus met zijn woorden in Johannes hoofdstuk 14, vers 1 tot en met 3. Daar wil ik eventjes uit lezen. Johannes 14, vers 1 tot en met 3. Wees niet ongerust, maar vertrouw op God en op mij. In het huis van mijn vader zijn veel kamers. Zou ik anders gezegd hebben dat ik een plaats voor jullie gereed zal maken? Wanneer ik een plaats voor jullie gereed gemaakt heb, dan kom ik terug. Dan zal ik jullie met me meenemen en dan zullen jullie zijn waar ik ben. In tijden van ongerustheid, zoals vandaag, heel veel onzekerheid, dat is het mooie om te weten dat Jezus ons heel duidelijk kan zeggen, wees niet ongerust. Wij weten niet hoe dit jaar zal zijn, maar we weten wel dat we ongerustheid gaan meemaken. Er zullen regels zijn die moeten veranderen. Er zullen dingen, mensen zijn die ziek worden.
Er zal van alles van ons worden verwacht. Facturen zullen duurder worden, plannen zullen worden afgezegd. En wij zijn van weinig zeker. Maar Jezus zegt, wees niet ongerust. Jezus zegt, wees gerust in mij, want dat is zeker. Jezus heeft een plaats voor u, waar je thuis kunt horen. Hij zegt, ik kom terug en ik neem u met mij mee. U hoort erbij. Deze week wil ik u twee uitdagingen meegeven. De eerste is deze. Ga in op Jezus zijn uitnodiging. God wil jou bij hem aan tafel. Hij wil jouw beker vullen. Hij wil jou meenemen naar de plaats dat hij heeft voorbereid. Probeer dat te geloven en verwacht het ook. Hij geniet van jou. Dat is de waarheid dat de schrijver van de psalmen en ook hier Johannes meegeeft aan ons. Geloof deze woorden. Verwacht ze en laat u uw gebeden ook ervan getuigen dat je op hem vertrouwt. Dat je uw ongerustheden aan hem wilt geven. Een tweede ding dat ik wil geven als een uitdaging, is de uitdaging dat wij op zoek gaan naar mensen die zich niet thuis voelen. God maakt duidelijk aan ons dat wij een plaats hebben bij hem. Maar ik denk dat hij ook aan ons, dat hij van ons verlangt dat wij anderen ook meenemen. Dat wij de woorden van Gods aanvaarding aan andere mensen ook kunnen doorgeven. Dat mensen niet afgezonderd leven, maar dat ze meegenomen worden in Gods verhaal. God brengt ons allemaal samen aan één tafel. En het is aan ons om, zoals God, die uitnodiging door te geven aan anderen. Wie kan je uitnodigen deze week? Misschien met een telefoontje om uit te nodigen om te zeggen van hey, hoe gaat het? Mag ik eventjes met jou praten? Nodig hen uit in gesprek. Nodig mensen uit voor een wandeling. Nodig mensen uit om vragen te beantwoorden over hoe dat het met hen gaat. Dit toont aan mensen dat u om hen geeft. Dat je wilt horen van hen. Ik heb de indruk dat de laatste 2 jaar dat we heel vaak te voorzichtig zijn. Dat we gaan zeggen van, ik weet niet waarmee dat die mensen bezig zijn, dus ik wil hen niet storen. Ik denk dat God van ons verlangt dat we toch een beetje storend zijn. Dat we durven bellen, dat we durven aan de deur komen om te zeggen van, hey, hoe gaat het met je? Ik heb gemerkt bij mijn eigen buren dat ze langer blijven hangen in een gesprek met mij als we elkaar tegengekomen hebben. Ik heb gemerkt met mensen waarmee dat ik spreek dat ze langer willen babbelen en horen over hoe dat het gaat. God nodigt ons uit. Het is ook aan ons om anderen uit te nodigen. Om deel te nemen aan zijn tafel. Kunnen we dat met onze naasten doen? Met onze buren, met onze collega's, met onze vrienden? Ik hoop het. Dus dit zijn de twee dingen die ik wil meegeven deze week. Ga in op zijn uitnodiging. En nodig anderen uit om mee te komen. Omdat ze ook een plaats nodig hebben aan zijn tafel. Laten we samen bidden. Lieve Hemels God en Vader, we danken u voor een nieuwe week, voor een nieuwe dag. We danken u voor de kans om in uw woord te kijken naar het feit dat u onze herder bent. En Heer, wij kennen niet zoveel herders. Wij weten ook niet goed hoe dat we een herder moeten volgen. Maar we weten dat u goed bent. Dat u tijd neemt voor uw volk. Dat u ons uitnodigt aan tafel. Heer, we willen ingaan op uw uitnodiging. We geven toe dat we het niet altijd geloven, dat u zo om ons geeft. Maar zo willen we wel leven. Heer, help ons met ons vertrouwen. Dat we u zullen vertrouwen. Dat we tijd zullen nemen deze week om aan uw tafel te zitten. Om van u te genieten, van u te luisteren. Naar u te luisteren. Heer, we danken u voor de kans dat wij hebben gehad om mee te gaan in een verhaal. Dat wij ook uitgenodigd zijn. Help ons om anderen ook uit te nodigen. Help ons om de eerste stap te zetten naar anderen toe. We weten dat dat soms moeilijk is, maar we weten dat met uw kracht die dingen mogelijk zijn. We danken u dat u ons beker doet overvloeien. Help ons om dat deze week te beseffen. In alles dat we doen, in alles dat we meemaken. In Jezus' naam bidden we deze dingen. Amen.